Hallo allemaal, welkom bij Koken met Lucas. Vandaag maken we samen overheerlijke dinosauruskoeken met chocolade. Nu, wat hebben we daarvoor nodig? Ten eerste natuurlijk dus dinosauruskoeken zonder chocolade. En tenslotte chocolade. Nu, die chocolade kan je overal krijgen. Zwart of melk, maakt eigenlijk niet uit. Maar hoe raak je nu aan die dinosauruskoeken zonder chocolade? Kan op verschillende manieren. Misschien heb je aan je moeder of aan de maat gevraagd om dinosauruskoeken met chocolade mee te brengen en zijn ze hiermee thuisgekomen. Of misschien heb je niet goed opgelet terwijl je de koekendoos nam en ontdekt je dan thuis dat je plots met deze achterlijke bucht zit. Het is allemaal mogelijk, maar geen probleem, want met een simpel receptje gaan we hier iets overheerlijks van maken. Om te beginnen smelten we de chocolade in de microgolfoven. Vervolgens smeren we de gesmolten chocolade op de dinosauruskoeken zonder chocolade. Ten slotte plaatsen we ons bord in de koelkast voor een minuutje of 20, zodat de chocolade kan opstijven. Nu, ik heb gelukkig deze morgen al een voorbeeldje gemaakt. En ik moet zeggen, was heel lekker. Dus zeker de moeite, zeker eens doen. Ziezo, dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Wil je dit recept op je gemak nog even nalezen? Spoel het filmpje dan terug en herlees de ondertiteling.